hele goede morgen en welkom bij het Walnut Hoofdkwartier. We staan hier in de welbekende kantoorruimte. En ik heb mijn belangrijke outfit alweer aan. En jullie weten wat dat betekent, jongens. Zodra ik mijn belangrijke outfit aan heb... betekent dat we in een belangrijke situatie zitten. In de vorige aflevering ben ik er namelijk achtergekomen dat Oranje Shirtgast, oftewel Justin, dit is zijn kantoortje, die bij ons werkt, die zich gezworen heeft om aan mijn kant te staan in deze oorlog. We zijn erachter gekomen dat hij waarschijnlijk samenwerkt met Stinkhorse, oftewel Rick Force. Onze vijand. Oftewel, ik wil met Chefkok plus KB even samen gaan zitten. Even een kleine, korte vergadering gaan houden. Een spoedvergadering. Want ik wil weten of Justin daadwerkelijk aan beide kanten... of hij een dubbelspion is, dubbel agent. Hij is ons aan het bepiepelen. Dus laten wij snel de butler sturen naar meneer KB. Hij moet nu hierheen komen. We gaan een belangrijke vergadering hebben, jongens. Het kan niet langer op deze manier. Ik wil weten, wat is Justin zijn situatie? De butler outfit is aan, jongens. We zijn aangekomen bij meneer KB, zijn grote boerengebied hier. Ik zie daar al een name tag. Oh, dat is Eikje. Dat is iemand anders. Oh, hij is weg. Ah, daar hebben we hem. Meneer KB. Laten we maar eens naar beneden gaan. Wat een deurbel hebben hier. Ik ram gewoon zijn deur vaak genoeg open en dicht. Tot hij door heeft dat ik er sta. Hij heeft het volgens mij nog niet door, jongens. Ik zie zijn name tag nog niet iets heel bijzonders doen. Dan gaan we gewoon naar binnen. Ah, meneer KB. Oftewel, meneer Kraakbeen. Ah, hij heeft 3 plusjes. Hij is daadwerkelijk Chefkok plus 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 geworden. Meneer KB, met de 3 sterren zo te zien. Chefkok plus plus plus. Hel, ja. We hebben daar weer de butler van de opperbevelhebber. Ja, ik ben hier omdat Walnootje met spoed wil spreken. Oh jee. Hij zegt dat er iets heel verontrustend gaande is in het Walnoot hoofdkwartier. Oh jee. En dat Chefkok plus 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 snel aanwezig moet zijn. Dus je hebt een minuutje om daar te zijn. Ik moet weer rennen. Je moet weer rennen, inderdaad. En je treft me weer op een moment dat ik ontzettend druk ben. Ja, maar dat is gewoon hoe dit werkt. Dat is zeg maar de alliantie. Je geeft alleen maar je krijgt niks. Oké, okay, nou, dan laat ik nu alles vallen. Goed zo. Hey, je laat daadwerkelijk alles vallen. Hij ziet jou daar graag binnen 30 seconden. 1 minuut. 30 seconden? Ja, de tijd ging in toen ik het zei. A few moments later. Ah, welkom. Ik ben er. Ben ik op tijd? Ik ben net op tijd. Je bent 10 seconden te vroeg zelfs. Lekker. Wat is er aan de hand? Ja, de butler heeft je al gesproken. Jing, wat heb je hier allemaal... Ja, er is van alles gebeurd. De feng shui de feng shui is uitgebreid. Dit is super feng shui. Ik heb je boekje ook ontvangen over dat je een cafeetje wilde starten. Ja. Ja, ik heb bewust voor dat. Ik wilde eerst hier mijn chestroom hebben, maar ik dacht dan is er geen plekje meer om onze gasten te ontvangen en een lekker bakje koffie te geven of zo. Dus bij deze mag jij hier dit hele ruimtetje gebruiken gewoon voor jouw café. Oké. Okay, als dat goed uitkomt voor jou. Ja, ik ben wel heel druk met het organiseren van een bedrijfsuitje. Oh. Maar okay. Als dat geregeld is, dan ga ik aan de slag hier. Ja, neem je tijd vooral. Ik zie vooral het al tijd. Helemaal Ik heb al vormen. Wat ovens klaargezet. Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar... Ovens? Ja, voor in het café. Daar kan je ook taartjes bakken. Oh ja, ik dacht al... Koffie bakken is heel raar. Maar taart, dat wil wel lukken. Ja. Ja, wie weet heb je een experimenteel koffietje. Dat kan natuurlijk ook. Ik zie... Zie je het al voor je? Nee. Oh. Laat mij de koffie maar regelen. Dat komt goed. jij bent niet voor niks chefkok plus plus plus. Ja. Het zijn 3 plusjes. Hey, de feng shui is inderdaad uitgebreid hier. We hebben nieuwe tuinen. Ja, we hebben hier ook achter een dierentuin nu. Een dierentuin? Ja, soort van. Ik heb natuurlijk een paar huisdieren en die wilde ik gewoon een mooi plekje geven. Dus we hebben nu uitzicht over de zee. Of trouwens onder de zee. Kunnen met vissen en dolfijnen communiceren. Mooi. Ja, leuk. Alleen ik moet nog wel wat mee de tijd. Maar dat is allemaal ook, bijzaken. Kan je zelf ook met dolfijnen communiceren toevallig? Ik doe mijn best altijd, maar ik kom niet verder dan... Oh ja, mooi. Ja. Oké, laten we gaan. Oh, nee, hij reageert niet. Nee. Weet je hoeveel. Je bent hier natuurlijk met spoed gekomen, dus we kunnen het wel hebben over de feng shui en alle andere mooie dingen. Maar laten we even snel naar dit bruggetje hierboven gaan. Een zweefbrug, joh. Ja, daar moeten we ook even heen gaan, want daar wil ik je verontrustend nieuws vertellen. Oh jee. Ja, okay. het is echt verraad van de hoogste plank waar het om gaat. Ja. Verraad, zei je? Verraad van de hoogste plank. Oh jeetje. Daar draait het om. Kijk, dan nemen we hier even onze nieuwe waterlift naar beneden. Is wel een beetje we gaan boven naar beneden. Ja, dat klopt, maar dat maakt niet uit. Kijk, hier hebben we even ons privé, want je weet nooit wie er meeluistert natuurlijk in het gebouw. Ja. Zal ik er even voor gaan zitten dan? Ja, ga maar even zitten inderdaad, want ik denk dat je wel echt van je apropos gaat... Wat vallen, ik weet niet of dat goed... Maakt niet uit. Hey, Oranje Shirtgast, oftewel Justin. Ja, collega. Die is waarschijnlijk... Collega inderdaad, die is waarschijnlijk ons aan het bepiepelen. Nee. Ja. Nee. Hij is ons waarschijnlijk aan het bepiepelen. Ik heb van hem gekregen een prachtig setje armor. Een extra dikke trui, een broekje, een paar schoenen, ook nog een muts. Alleen die ben ik kwijt helaas. Oh. Nou, het ziet er wel goed uit. Ja, het ziet er prachtig uit. Dat dacht ik ook, weet je. Ik had hem al heel vaak aangetrokken en ik was al lekker alles aan het bouwen in het pakje. Zo. Ik voelde me er goed in. Ja. Tot ik dacht, ik ga even Stinkhorse bespioneren, weet je. Kijken waar hij mee bezig is, wat is hij allemaal aan het doen.
Lopen wij nog steeds zo ver vooruit op hem? Ja, overigens. En toen, weet je wat ik zag? Hij had exact hetzelfde pakje aan. Wat? Exact hetzelfde. De extra dikke trui. Wat is hij had dat? Zelfs een extra, extra dikke extra? Trui. Nog dikker dan jou, hoor. Ja, nog dikker dan die oh, voor mij. Oh, nee, joh. Ja, ik meen het. En vervolgens heeft hij zelfs een boot gekregen van Justin. Hij blijkt dus ook meer cadeautjes te krijgen van Justin. Waarom hebben wij geen boot gekregen? Waarom hebben wij, dat is het eerste wat ik dacht. Waarom hebben wij geen boot gekregen van Justin? Maar heb je hem al een klachtenbrief geschreven dan? Nee, ik heb nog niks gedaan. Ik wilde dit eerst met jou even bespreken, want ik weet niet wat ik moet doen nu. Dat we met Justin moeten we hem confronteren? Moeten we hem hier juist gebruik van maken? Dat we misschien bij Rick kunnen bespioneren en zo? Maar je weet zeker dat... Ja, ik heb Justin er nog niet over... Sorry, ik heb Oranje Shirt gasten nog niet over gesproken. Oh, ik denk dat we hem eerst even moeten ondervragen dan. Ik denk dat we hem oprecht eerst moeten ondervragen voordat we hier iets mee gaan doen. Ja, want... Maar ik wilde jou hier even van op de hoogte stellen. Moet je even over nadenken. Ja, dat, maar ik zou dat sowieso dus wel, ook. Ik zou sowieso wel een klachtenbrief schrijven. Een klachtenbrief is vooral over de boot, denk ik inderdaad. Ik bedoel, het feit dat hij ons mogelijk verraadt is, dat is bijzaak. Maar de boot, dat is echt, dat is zeg maar wat ik bedoel met verraad van de hoogste plank. Nou ja, en weet je, je had mij ook al een klachtenbrief geschreven over mijn deur. Ja, heb je hem eigenlijk dicht gedaan of? Nou, hij werkt niet goed. Oh. Dus ik doe hem elke keer dicht, maar dan gaat hij weer open. Ik zou even kijken of ik een nieuwe deur kan installeren. Het ligt niet aan mij. Het ligt niet aan jou. Nee. Ik zou kijken of ik misschien een nieuwe deur voor je kan installeren. Heb je trouwens de trofeeënkast boven gezien? Ja. Was nog wel een beetje aan de lege kant, zag ik. Ja, als jij ooit een trofee hebt of zo, bijvoorbeeld misschien, ik weet niet, een boot, weet je, dan zou die erin kunnen. Een boot in de trofeeënkast? Ja, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Weet je het zeker? Ja. Hoeft niet te groot te zijn, al is het een klein oplaasbootje, weet je. Ik wil gewoon een boot. Ja, nee, dat is ook heel goed. Het zit me gewoon diep, oké, die boot. Ja, het zit mij ook dwars. En, ja. Heb je al iets van een kamer om Oranje Shirt gasten te verhoren? Nou, ik heb daar nu een kistenkamer. En eigenlijk, nee. We moeten eigenlijk even iets heel duisters hebben. Zou ik gewoon een hele duistere kamer maken waar we hem op een stoeltje kunnen zetten? Binden we hem vast met touwen, dan... Tape op zijn mond en dan... Ja, het klinkt vrij extreem, ja, maar het lijkt me goed. Ja. Klinkt wel als een goed plan. Ik zorg wel voor een leuke kamer waar we kunnen ondervragen. Ja. Oké? En dan krijgen we een boot. Ja, twee. Twee zelfs. Boten. Een boot en een boot met een oven. Juist. Waar koffie in kan maken. Ja. Oké, ik ga het regelen. Verwerk jij dit eventjes inderdaad. Doe je deur even dicht en dan spreken we elkaar snel hierover. Ja, dan ga ik snel verder met het voorbereiden van het bedrijfsuitje. Ja, ga jij weer, want ik heb oprecht heel veel zin in. Wie weet kan Justin ook gewoon nog mee, weet je? Ik bedoel, misschien is het wel allemaal per ongeluk gegaan. Heeft een per ongeluk een boot gegeven. Ja. Waar is de uitgang? Ja, je moet zien, deze lift moet je heel hard tegen de stroming in zwemmen. Dan kom je weer boven, ja. Oké, dan ga ik vast. Nee, ik moet heel hard zwemmen. Sprint zwemmen. Pas op, anders ga je dood. Ik was bijna dood. Oh, kijk, je moet echt heel hard tegen de stroming in zwemmen zoals dit. Dan kom je boven. Yo, wel zwemmen, je staat gewoon in het water. Ja, ik ben chef, hè? Ik ben chef. Ja, oh, daar ga je. Het lukt. Ga je. Je moet gewoon ik kan dat toch is, iets. Maar, ik kom erachter dat ik toch iets kan. Ja, nou, waarom? Dit is, exact. Ja, prachtig. Ik wil even iets controleren. Okay. Hier zit ook nog een deur. Ja, dit is mijn chest room. Dat is die kamer die je net zag vanaf de brug. En dan ga je hier buitenom, ga je zo naar beneden. Oeh. Ja, een klein upgrade. Ik ben bezig geweest. Oh ja. Ja, ja meer kisten heb ik niet nodig. Althans, zeg ik telkens tegen mezelf en dan geloof ik het uiteindelijk, weet je. De rest kan ook gewoon in de oceaan. Daarom, weet je. Ik bedoel, we vuilen toch genoeg. Ik bedoel, het zit allemaal wel prima. De oceaan heeft ook een beetje functie nodig. Dus, we houden contact. Ja, nee, lekker bezig. Wel inderdaad een zorgelijke situatie. Ja. Ik hoop dat het allemaal meevalt. Mm-hmm. Binnenkort misschien meer trofeeën, zou ook leuk zijn. Ja, dit is, ja. Ik heb mijn meloentje er maar in gedaan van ons bedrijfsuitje. Ja, dat vind ik, is wel een mooie. Ik zal zorgen dat er voor volgend bedrijfsuitje ook iets... Oeh, een leuk souvenirtje bij kan. Ja. Leuk, oké. Okay. Ja. Nee, dan ik zorg wel voor een duistere kamer waar we Justin stenen kunnen buigen en de teennagels kunnen afknippen. Ja, heb ik hier nog even kip voor je? Het zou natuurlijk gek zijn als ik dat geen eten zou geven. Ben natuurlijk chef. Chefkok plus nu, ja. Hè? Ja, heel mijn shirt is ook vol. Er kan geen plus meer bij nu. Nou, we kijken wel hoe het zit aan het bedrijfsuitje. Ik zie nog wel een paar plekjes. Oh, nee. Ik ga snel weg. Alright, okay. Joehoe. Oké, jongens, meneer KB is officieel weer terug naar huis. We hebben het nieuws aan hem verteld. En ik ben benieuwd wat hij er nu mee gaat doen. We hebben in ieder geval als suggestie aan elkaar gegeven. Wat was hij als suggestie aan mij? We moeten eigenlijk een soort van ondervragingskamer maken. En ik vat dat zojuist op als een martelkamer. Ik wil waarschijnlijk Justin gewoon gaan martelen. Ik wil gewoon heel graag een boot, oké? Okay? Alleen, waar kunnen we een leuke martel... Ik bedoel, ondervragingskamer maken. Ik bedoel geen ondervragingskamer. Ik bedoel daadwerkelijk een martelkamer.
Dus ik was net even rondkijken en En ik dacht, wat nou als we het hier beneden doen? En toen dacht ik, hey, ik heb daar helemaal nog geen concreet geplaatst. Dat is helemaal nog niet af, weet je. Dus toen liepen we erheen. En toen dacht ik, wat nou als ik hier gewoon een doorgang maak zoals dit. En hier de ondervragingskamer maak. Dus laten we dat ook gewoon gelijk doen. In ieder geval op deze manier zo. En ik zit even te denken, wil ik dat een beetje in de stijl maken van het gebouw? Ja, ik kan het ook wel heel duister maken met gewoon middeleeuws. Met een soort van ruïne, stonebricks-achtig en weet ik veel wat. Maar ik denk dat het juist leuk is als we het een beetje in de stijl maken van ons gebouw. Zodat het wel echt hierbij past, weet je? De martelkamer. Of toch niet? Oké, laten we in ieder geval beginnen met een grote ijzeren deur. Oh, ik heb nog helemaal geen route naar boven hier. Oh, dat is heel onhandig. Laten we dat voor nu even heel mooi met deur doen, zo. Een dirtpad naar boven. Oh, en mijn kisten staan helemaal daar. Oh, dat is wel heel tijd. Moet ik helemaal doorheen lopen elke keer. Eerst met de lift omhoog. Rennen we door het kantoorgebied. Even buiten om naar de kistruimte. Pakken we alle spulletjes die ik denk nodig heb. En dan moeten we weer terug. Oké, ik denk dat ik gewoon zoals dit een soort van kluisdeur wil maken. Dat ik echt serieus ben over het feit dat dit heel, heel gevaarlijk gaat zijn hier binnen. Dat ik het echt goed geheim wil houden. Dus het gaat met zo'n deur. Ik denk dat het wel leuk is op deze manier. Oh, ik ben... Nee, ik ben vergeten een hendel te maken. Moeten we weer omhoog. Oké, we hebben de hendel. Plaatsen we hier. Dan doen we ook even cooked chicken eten van meneer KB. Waar gelijk zijn kippetje op. En dan gelijk een aardappel erachteraan. Hoppakee, deur gaat open. Ik denk dat ik dit beter met buttons kan doen. Komt later wel. Kom, dat gaan we niet nu doen. Oké, hoe gaan we dit leuk maken? Ik denk niet dat ik het op dit niveau wil hebben. Ik denk dat ik het wel een beetje onder de grond wil hebben. Dat dit gewoon de kamer is waar de wachtruimte als het ware. Ah, oké, ik moet wel één niveau lager. Want ik zit hier dus op de oppervlakte al. Dat is wel heel taai dit. Wacht even hoor. Dus laten we eerst even een waterliftje naar beneden. Maken. Dat is de snelste en meest efficiënte manier om dat te doen. Dit wordt degene naar beneden en dit wordt degene omhoog of andersom. Maakt me niet uit. Even een lampje erbij. We gaan natuurlijk licht hebben hierboven. Zo, of hier beneden of hier binnen. Oké, laten we naar beneden hakken. Zo, heel veel lager dan dit. Hoeft niet. Ik moet er rekening mee houden, jongens. Had mijn pickaxe bijna stuk. En mijn shovel. Dus laten we die ook even repareren voordat we verder gaan. Anders zie ik het wel weer gebeuren. Heb ik hier gewoon geen anvils? Ja, ik heb anvils hier binnenin liggen. Die nou nog even plaatsen. Dat is het enige wat ik ben vergeten volgens mij. Dingen zoals anvils plaatsen. Waar moet ik het plaatsen? Hier? En hier. Zo, dan doen we met een dingetje hier. 1, 2. Oh, dit is wel heel duur. Oh, dit gaat duur worden. Maar prima. Dan maar even op deze manier, jongens. Zullen vast wel betere manieren zijn om dit te doen? Maar dan doen we het maar even zo. Alright, laten we deze ruimte even uithakken. Nee, we komen in Rick's kamer terecht. Oh, misschien kunnen we dit wel gebruiken, jongens. Als in, dat scheelt heel veel uithakken. Oké, het is een beetje uitgehakt. Uiteindelijk gaat er nog veel meer ruimte komen natuurlijk, jongens, dan nu. Maar ik denk dat hier de liften komen, zoals dit. Dat weet ik wel zeker, dat je hier dan gewoon een lift naar boven en naar beneden hebt. En dan wil ik het een beetje een passief-agressieve ruimte maken. Dus in plaats van waarschijnlijk blauwe blokken op de grond, wil ik het een beetje misschien rood of bruin maken. Dan wat redstone blokjes op de grond, wat op bloed lijkt. En dan ruimen we dat gewoon niet op, weet je, om Justin een beetje bang te maken. Dan wil ik een ondervragingskamer hebben met een paar martelsmachines erin. Dan zeggen we gewoon dat het oude kunst is. En dat we het misschien, als hij niet luistert, op hem gaan gebruiken. Maar dat zeggen we niet tegen meneer KB, want dat is iets misschien wat tegen onze bedrijfspolicy ingaat. Maar daar wil ik het niet over hebben. En vervolgens wil ik ook een ruimte hebben met, zeg maar, eenzijdig glas. Waardoor we mee kunnen kijken naar wat er gebeurt in de ondervragingsruimte, zonder dat Justin ons kan zien. Dus laten we daar maar gewoon helemaal een beetje mee gaan beginnen. Ik ben benieuwd hoe de ruimte er allemaal uit gaat zien. En jullie gaan het zien in een leuke kleine timelapse. Tot zo!
mensen, dan zijn we weer na een redelijk korte timelapse volgens mij. We hebben de martelkamer, ik bedoel, we hebben de ondervraagkamer, de interrogation room hebben we helemaal afgebouwd. Het is nog steeds een martelkamer. En laat ik even een kleine rondleiding geven, jongens. We gaan ten eerste hier door de deur naar binnen. Dan heb je links naar beneden, rechts naar boven. Ik moet daar nog heel even die mooie dingen voor neerzetten die meneer KB ook, als het goed is, daar heeft gedaan. Kijk, pijltje omhoog, pijltje naar beneden. Dat moeten we hier ook nog even doen, maar dat komt vanzelf. En dan gaan we hier in ieder geval naar beneden. Dan kom je in de wachtkamer uit. En het ziet er een beetje passief-agressief uit. Ik bedoel, het is gewoon letterlijk een wachtkamer. Dus je moet hier ook gewoon wachten tot je geholpen wordt door het personeel hier. Stel, je komt voor je afspraak om te gemartelen. Ik bedoel, je afspraak om ondervraagd te worden, weet je. Dan kan je hier gewoon heen gaan. Een beetje bloed op de grond, wat punten die naar beneden hangen. Een lavapoeltje hier en zo. Nou, stel je bent geholpen, dan ga je hier doorheen. Dan moet je hier al je spulletjes in doen. Dan gaan die via hoppers daar naar beneden naar die kist. Toe, dat moeten we nog bouwen. Dat is nog niet gedaan. Kijk, ik bedoel hieronder, zie je? Het is daadwerkelijk nog niet zo gebouwd. Dat wil ik zo meteen doen. Dan heb je al je spulletjes afgegeven. Dan is het moment dat Justin dan hierheen gaat. En dan gaat hij daar zitten. We hebben hier een grote ondervragingskamer met een paar martelsmachines. We hebben hier een touwopgang aan het plafond. Een soort van. We hebben hier een. Ja, dit ding spreekt denk ik voor zichzelf. Je gaat erin staan. En dan doe je de deur dicht. Dan heb je daar van die punten. En dan. Word je letterlijk gespiesd. Stel, dit is nou nog niet pijnlijk genoeg. Dan hebben we hier ook gewoon een soort van oven waar we je in kunnen dumpen. En dan word je letterlijk levend verbrand. Allemaal heel vriendelijk. Justin, dit is een veilige plek voor jou. Vertrouw me. Nou, en het ding is, ik ga natuurlijk niet alleen in deze ruimte staan. Ik wil dit samen met meneer KB doen. En daarom hebben we hier glas waardoor je elkaar eigenlijk wel kan zien. Maar we doen even alsof je elkaar niet daardoorheen kan zien. Dat is een klein geheimpje. Nou, dan ga ik even aan de andere kant staan. Dat is namelijk deze ruimte hier. Dit is waar het personeel dus gaat staan. Ik heb hier een paar nepknoppen en nephendels om Justin bang te maken, zodat hij echt daadwerkelijk de waarheid gaat spreken. Dan hier is de kist waar die gelinkt worden aan elkaar. Hier is de balieruimte en zo. Justin's informatie moet aan. Het gaat allemaal leuk worden, jongens. Het gaat allemaal leuk worden om Justin hier te martelen. Oh, dat gaat spannend worden. Maar goed, ik heb bewust... Oh, wacht, trouwens, dit had ik ook meegenomen, omdat ik hier nog even een klein tapijtje weer neer wilde leggen. Ik wilde hier, zo, zoals dit, wilde ik een tapijtje hebben. Kijk, hoppakee, zo, tapijtje neergelegd. Maar ik wilde nu met de hoppers die ik bij me had, wilde ik deze dingen even aan elkaar linken. Dan wilde ik de deurhendels aan de binnenkant hier brengen, want die deur daar gaat nu niet open. Kijk, deze deur kan ik hier openen, dat is die deur hiernaast. Maar de deur daar... die deze kamer in gaat, die wil ik alleen vanuit deze ruimte open en dicht kunnen doen. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst even het hoppersysteem aan elkaar linken. Dat is namelijk hier onderdoor. Even kijken hoe ik dat ga doen. Even denken hoor. In principe hoeft dat maar met één hopper, zou je zeggen. Kijk, zoals dit. En dan gok ik. Ik werk nooit met hoppers, jongens. Dit is even een dingetje voor mij hoor. Wacht even. Volgens mij als ik het nu zoals dit doe en ik stop hier wat in... Waar gaat het heen? Gaat het dan hierheen uiteindelijk? Nee, het blijft daar zitten, dus ik doe het verkeerd. Wacht. Waarschijnlijk moet ik het doen. Ah, ik val helemaal naar beneden. Irritant, waarom is hier zoveel water? Ja, nu werkt het, jongen. Oké, nu heb ik het onder de knie. Dus het gaat helemaal naar die toe daar, inderdaad. Rek we hier even doorheen. Dan moet ik het... Irritant dat water... Ik ga het uitzetten. Ik word helemaal gek. Uitzetten, ik ga het dichten. Irritant water de hele tijd hier, man. Oké, wacht even, hoor. Dan zo. En dan zo. Gaat het nu in de kist? Nee. A few moments later... Oké, jongens, ik heb het dus even opgezocht en blijkbaar, dat klinkt ook eigenlijk best logisch nu ik erover nadenk, kunnen hoppers niet omhoog gaan. Je kan niks omhoog sturen met een hopper. Maar dat is helemaal niet heel erg, want we kunnen op deze manier kunnen we ook gewoon te werk gaan. Dat we dan, als we dit doen zo, dat we hier dan een trapdoor plaatsen en dat het gewoon hieronder is de kist in ieder geval. Kijk, als ik dan nu zo doe en dan hier al deze troepjes zo in plaats op deze manier. Als het goed is, komt dat allemaal in deze kist terecht, alsjeblieft. Nee, niet. Heb ik het kapot gemaakt? Oh, man. Oh, wacht. Ik heb deze hopper per ongeluk gesloopt. Zo, als het goed is komt het nu allemaal in deze... Ja, kijk, nu komt het allemaal in deze kist terecht. Op een best wel behoorlijk trage manier. Maar het komt erin. Dus als Justin als spulletjes hierin doet, hoef alleen maar hier de kist te openen. En dan hebben we zijn spulletjes. Laat ik dan nu deze deur even linken aan een hendel aan deze kant hier. Daarvoor hebben we redstone nodig. Als het goed is had ik dat ook bij. Waarom heb ik alles hierin gedaan? Oh mijn god, dit is echt irritant. Halen we even wat redstone op dat we kunnen gebruiken. Heb ik ook redstone repeaters nodig? Hoe maak je die ook alweer? Sowieso met redstone torches maak je die. En volgens mij met normaal steen. En dat heb ik niet echt. Oeh. Dat moeten we dan maar even smelten in het café. Oké, als het goed is maak je dan op deze manier een redstone repeater. Wacht even hoor. Volgens mij op deze manier. En dan redstone in het midden. Ja, kijk, hoppakee. Hebben we er drie. Drie zou wel genoeg zijn. Hoe gaan we dit netjes regelen? Hier is de deur. Dan is hier de hendel. Die halen we eruit.
Even kijken hoor. Ik ben benieuwd. Oh, daar gaat weer heel veel van spulletjes. Ik ben benieuwd wanneer ik dat activeer. Redstone is niet mijn sterkste punt, jongens. Dat is altijd een beetje mijn probleem geweest. Kan bijvoorbeeld dit hier. Oh ja, dit kan. Oké, dat is mooi. Stel de deur zou hier. Wacht even hoor. We moeten dit even uitvogelen. Wacht eens even. Volgens mij heb ik helemaal geen redstone systeem nodig. Wacht, volgens mij als ik gewoon de deur hier plaats. Wacht even hoor. Hier. En dan gewoon aan deze kant hier de hendel plaats. Oh my days, ik heb helemaal geen redstone systeem. Ik maak het mezelf af en toe echt veel te moeilijk, jongens. Af en toe is het zo onnodig om jezelf het moeilijk te maken. Maar toch doe je het wel eens, weet je. Soms heb je wel zulke situaties. Kijk, zo. Hoppakee. Dan kan ik gewoon dit weer dichtmaken, zoals dit. Niks aan de hand. En dan kan ik hiermee gewoon de deur open en dicht doen. Zoals nu is hij open. En nu is hij dicht. Zo makkelijk kan het soms gewoon gaan, jongens. Ik kan dit zelfs even wat breder maken. Ik heb hier gewoon meer ruimte om volgens mij zo te kunnen doen. Ja. Hier. Ik maak het mezelf wederom veel te moeilijk. Deze deur hoeft er niet eens in te zitten. Hier kunnen we gewoon een doorgang zoals dit hebben. En dan kan het tapijtje kan zelfs eentje groter worden. Kijk nou. Deze ruimte is toch veel logischer zoals dit. Oh, dan moet het plafond alleen nog goed. Ik moet wel overal mijn blokken weer helemaal verzamelen die ik net heb weggelegd. Oké, dan het plafonnetje even netjes fixen. Zo gedaan. Dan hier wil ik trapdoors plaatsen. En ik denk mangrove. Omdat die een beetje met het bruin in de buurt komt. Kijk, dan ziet dit er toch gewoon hartstikke netjes uit. Hebben we hier de hendel om de deur te openen. Doet ook de hendel. Deze gelijk open. Maar dan maak ik, kan ik hem niet eentje hoger plaatsen. Dat is misschien netter. Ja, dat ziet er zoveel beter uit dat die hendel daar zit. Alright, nou dan is het officieel af, jongens. Ik denk dat er dan niks meer gedaan hoeft te worden. Kijk, hier kan ik de dingen besturen gewoon zoals dit. Hartstikke dikke prima. Deze deur kan open en dicht via de hendel hier. Zo, hoppakee. Kijk, nu zit hij dicht. Dan zit je hier helemaal veilig. Ik heb nu al zin om Justin te martelen. Ik bedoel ondervragen. We gaan hem heel vriendelijk ondervragen. Ga ik nog één keer het systeem even testen? Als ik bijvoorbeeld mijn iron door erin stop. Kijk, dan verdwijnt hij gelijk. Lopen we even de andere kant op. Kijken we in de kist. En daar zit de iron. Het is perfect, jongens. Dit kan niet beter. Oh, wacht. Dit klopt niet meer. Nee. Oh, dit is stom. Wacht. Nee, nu heb ik nog één zo'n ding nodig. Nou, dit ziet er ook al prima uit, zoals dit. Oké, dan is het nu tijd om een ander outfitje aan te trekken. En Justin en meneer KB erbij te halen. Oké, jongens, we zijn helemaal omgekleed. Ik heb een andere pet op gedaan. Er is niks gerelateerd met de situatie, maar dat vond ik gewoon leuk. En we hebben een bewakersoutfit aan. Gecombineerd met een prachtig schild. En met een goed zwaardje erbij. We zijn ready om Justin aan te houden. Ik vind de outfit serieus heel leuk. Ik heb een schild erbij passend gemaakt. Ik heb gewoon een soort van met een kogelvrij vestje. Ik weet niet, ik wilde eerst een martelaars outfit aan hebben. Maar ik vond dit serieus ook wel leuk. Gewoon een. Nu voel ik me heel sterk of zo, weet je. Nu kan ik Justin aan. En het ding is, jongens, meneer KB kon helaas niet komen, dus ik heb heel iemand anders gevraagd. En het is eigenlijk een beter iemand om bij de overhoring, de marteling te hebben. Namelijk Rick. Ik dacht, als ik Rick nou uitnodig voor de situatie hier, en hij neemt zijn bewijs mee, zijn trui en zijn kleding en zo. Dan hebben we Justin op hete daad betrapt. We gaan dit tot de bodem uitzoeken vandaag. Hoi, Justin. Hey, jongens. Hey. Welkom. Wat heb jij nou kunnen jullie even allebei, kunnen jullie allebei even een paar meter uit elkaar gaan staan, alsjeblieft? Hoezo eigenlijk? Ik vind het wel we zijn hier in een hele fragiele situatie zijn we hier beland, met z'n drieën. Okay. Leuk dat jullie hier allebei konden zijn. Rick, als jij even hier kan staan naast mij. Ja, dat kan. Even veilig kan staan. Mooie outfit heb je aan trouwens. Thanks. Jij ook. Justin, oranje shirt gast. Plus. Plus. Zou jij deze kant even op kunnen komen? Ja, tuurlijk. Het is heel veilig, kom maar mee. Hey, ik hoorde dat jij een afspraak hebt in de nieuwe kelder. Dus als jullie even allebei mee kunnen lopen, dan gaan we dit even tot de bodem uitzoeken. En de kelder is meestal de bodem. Ja, de kelder. Dat is inderdaad op de bodem, inderdaad. Als jullie even meekomen, allebei. Is hier naar beneden springen? Het is toch wel karig? Is het niet eens een trap? Ja. Het is hier naar beneden springen. Dan hier. Okay. Deze deur gaan we door met z'n allen. Ik wil dat jij eerst. Het is veilig. Ik ga wel. Nee, ik ga niet eerst trouwens. Geen opsluiten. Kom maar. Nee, Rick, ik ga niet ga eerst. Ga nou gewoon. Kom maar, 1, 2, allebei tegelijk. Allebei tegelijk. Nee, Justin moet eerst. Justin, ga jij eerst. Door toon een teken van vertrouwen richting Rick. Sorry, Stink. Nee, kom. Oké, nu jij, Rick. Goed zo. Nou, dus gaan we hier naar beneden. Deze hier. Daar gaan we inspringen. Mag ik eerst vragen wat hier gaande is? Nee, vertrouw me maar. Ik ga wel eerst. Oké. Ik vertrouw er helemaal niks van. Oké, Rick, als jij mij even hier kan volgen en als jij hier even wil blijven staan, Justin. Ja, ga er maar door. Ja, ik ga met je mee. Kom. Oké, als jij in deze ruimte even kan wachten. Hier? Goeiedag, Justin. Ik zie dat jij hier bent voor jouw martel. Ik bedoel, ondervraging, afspraak. Als jij even hier dit boekje in kan vullen. Er zijn een paar simpele. Ik was de uitgang kwijt, sorry. Nou, nee, kom terug!
Kom terug. Ik heb hier een boekje met een paar aantal simpele vragen voor je. Deze kan je even invullen voor me. Waarom ligt hier bloed? Dat is niks en let daar niet op. Is niet belangrijk. Oké, okay, ik zou het even invullen dan. Ja, als jij even naam. Deze simpele vragen invult. Je naam, inderdaad. Mijn naam. Ja, nee, gewoon. Mijn naam. Ja. Ja. Zo. Diameter rechter. Teen. Moet die even opmeten hoor. Ja, neem je tijd. Ja, dit komt zo meteen, wordt het dan wel duidelijk, Rick, wat hier achter gaan is. Ja, oké. Ja, ik vind het een beetje... Ja, je bent veilig, geen zorgen. Oké. Ik ook toch? Ja. Ja. Nee, dat ja, denk totaal ik niks aan de hand. Niks aan de hand, joh. Rechter teenhagen, dat is 256.827,0. Top, ja. Als je het boekje dan weer kan geven. Ja. Ja. Yes, als je het boekje dan kan geven, gaan we even de gegevens controleren. Ja. Naam Justin, leeftijd 22, aantal abonnees 24.000. Jezus, wat weinig. Diameter rechte teennagel, behoorlijk lang. Ja, dan nog vijf pagina's wil je, verder. Wil je die even opnoemen? Ja, teennagel is, wat is het? 264.897.512. Ja. Top, dat is, klinkt geloofwaardig. Hey, als je even door deze muur hier kan lopen, hier links. Even er doorheen kan lopen, inderdaad. Begroeid. Ja, maakt niet uit. Gewoon er doorheen gaan. Gewoon er doorheen gaan. Zo, top, dankjewel. Hey, kan jij al jouw spulletjes even in de kist achter jou stoppen? Alles wat je bij hebt op dit moment. Alles. Je mag niks meer bijhouden. Geen eten, geen zandkorreltje. Wat? Oh, hij kan er niet in. Jawel. Jawel, natuurlijk wel. Maar het is niet een gewone kist. Oh. Jawel, het is wel gewoon. En mijn aardappels weg. Even. Nee, stop alles er maar even in, meneer. Je krijgt zo meteen de afloop, krijg je al je spullen terug. Als die ooit leeft uitkomt. Wat is dit? Wacht, dit is niks. Dit is prima, komt goed. Okay. Heb je alles erin gestopt? Alles? Ik bedoel echt alles ook, hè? Ja, ja. Ik zie alleen in een verre kijker een appeltje schaar en een aardappel. Ik wil dat je alles erin stopt. Emma komt er ook aan. Oké, maar alles. Je mag niks meer bij hebben. Nee, ik heb niks. Rick, kan je even gaan controleren of je alles, alles erin heeft gestopt? Ja, ik ga even controleren. Ga jij maar even controleren, inderdaad. Justin, niet eruit lopen, hè? Nee. Beloof het me. Justin, even deur. Tegen de muur. Tegen de muur. Ja, wat is dit nou? Ja, ik ben binnen. Justin, ja, controleer maar even of je alles in de kist heeft gedaan. Laat me even voelen. Even voelen. Rick. Linker zakje. Dit vind ik niet prettig. Ik heb geen idee, Justin. Rechter zakje. Oké. Heeft hij nog iets bij zich? Nee, ik voel niks. Mag ik Rick ook even fouilleren? Nee, dat is niet belangrijk. Rick, kom jij maar terug? Ja. Hoppakee, dan kan je weer terug hierheen. Ja. Zo, helemaal top. Wat ben je aan het doen? Ja, daar kan je niet doorheen. Oh, hey, we gaan je nu naar de volgende kamer brengen. Dan moet je even plaatsnemen. Het is nogmaals, je bent in een hele veilige omgeving. Dan kan je hier niks ook gebeuren. Ook genoeg feng shui? Er is heel veel feng shui, zie je. Feng shui. Maar je bent in een veilige omgeving. Als je enige vragen hebt, kan je het altijd vragen. Loop nu maar door. Heel veilig. Heel veilig. Dit is onze relaxkamer waar je nu in bent beland. Neem vooral even plaats. Wat een sfeer hier. neem vooral even plaats bij je stoel. Hij kan ons niet trouwens zien door dit glas. Hij kan ons niet zien. Nee, dit is eenrichtingsglas. Dus hij kan ons hier niet doorheen zien. Hey, kan je even plaats nemen bij een van de twee stoelen? Graag. Ja, mag ik kiezen? Je mag kiezen. Ik zou die andere kiezen. Deze? Ja, kies er maar eentje. Nee, die andere. Deze. Naar keuze. Nee, die andere. Ja, dat is helemaal prima. Dit is helemaal goed. Ik ook eerlijk gezegd, maar... Oké, Rick, weet je wat we nu gaan doen? Dit is onze tactiek. Hij hoort ons nu niet. Nee. We gaan good cop, bad cop spelen. Wil jij de goede zijn of de slechte? Wil jij gewoon de gemene of de goede zijn? Nee, ik ben altijd wel de goede. Maar waarom werken wij samen? Wat is dit? Ja, Rick, dit komt zo meteen duidelijk. Okay. Warm jij maar een beetje op, dan kom ik zo meteen met de opwarmen? Hallo, ik ben geen stuk vlees of zo. Dan kom ik zo meteen en duw ik de feiten in zijn neus. Of zijn neus in de feiten, oké? Okay? Oké, okay, ja, ik doe deze deur voor je open. Ja, dan doe ik deze voor je open. Ja. Oké, dan doe ik deze voor je open. Ja. Oké. Hey, Justin. Hey, Rick. Gezellig, kom lekker zitten. Ik kom even zitten. Als het goed is, komt meneer KB zo meteen een hele lekkere maaltijd brengen. Oh, lekker. Wat een leuke kamer is dit, zeg. Ja, ook vooral die achter die deur vind ik ook heel interessant. Ja, ik wil heel even kijken hoor, wat zit daar? Oké. Okay. Ja, oké. Nou, Rick, welkom. Heb jij enig idee waarom je hier zit? Ja. Je gaat eraan, Rick. Ik ga eraan. Ja. En waarom? Ja, dat is... Waarom draait daar ook een zaagmachine? Ja, dat weet ik ook niet. Maar goed, daar gaat het niet om. Nee, daar gaat het niet om. Jij hebt zware feiten gepleegd, dat kan echt niet. Welke feiten zijn er? Ik wil even feiten op tafel horen. Wil je me even laten uitpraten? Dat is goed. Zware feiten, echt ongekend. Te veel om op te noemen.
Dus dat ga ik. Ja, maar kan je er eentje opnoemen? We hoeven ze niet allemaal. Ik dacht dat je voorbereid was. Die en ja, verder. Die weet je nog wel, toch? Ja, ja. Ja, nou precies. Ik heb het idee dat Max hier ook gewoon een loodgieter nodig heeft. Want die druppelt. Ja, ach, maar ja, dat kan niet. Ja, dat kan gebeuren. Maar Justine, ik wil jou een goede deal geven. Dus als jij nou gewoon even alles opbiegt wat je hebt gedaan, dan kan ik je misschien nog wel vrij laten. Ja. Yeah. En als je dat niet doet, dan moet ik mijn collega er even bij gaan halen. Collega. Collega. Okay. Ja, spijt me allemaal alvast, Rick. Ja. Maar je boot gaat zinken. Mijn boot gaat zinken? Mijn boot kon niet zinken, dat heb jij verteld. Ja, dat had ik verteld. Ja. Maar ja, ik repareer het alweer. Oh, dat is lief. Maar waarom gaat die zinken dan? Ik heb hem lek gemaakt. Waarom? Oh. Ik moet even... Oh ja, nee, sorry. Blijf zitten. Nee, blijf even zitten. Justine, gaan we even zitten. Justine, gaan we even zitten. Ja. Tot zo, Justine. Yo. Heb je goed gedaan, Rick. Je kwam echt heel knullig over. Dat was de bedoeling. Ja, dat was de bedoeling inderdaad. Je kwam echt heel knullig over. Als jij nu andersom even kan doen, dan ga ik even die kant op. Nu kan jij mij jouw kleding even geven. Ja, dat kan zeker. Die jij nu aan hebt. Top, dankjewel. Ik heb hier ook het zwaard voor je. Ja, dat is top. Dat is top. Top, dankjewel. Oké, ik ga naar binnen. Goed! Hey, Justin, oftewel oranje shirtgast. Welkom in de Funks W-kamer des Dooms. We hebben hier een oud historisch martelmachine. Ik was even aan het nadenken wat we hier doen, maar we zitten natuurlijk in een escape room. Ik zag hier al een hendel. Had je die ook gezien? Als je erin wil, mag dat hoor. Maar ik denk dat we iets van water nodig hebben. Of een brandblusser. Ga even zitten, Justin. Kan die collega van jou Ga even zitten. Zitten, Justin. Dit is belangrijk. Anders stop ik je in deze kast en dan duw ik de deur dicht, oké? Okay? Dat wil je niet. Nee. Hey, waar was jij op de nacht van woensdag 29 mei? Bij je moeder. Jongen, ik weet wat jij allemaal aan het doen bent. Je bent op heterdaad betrapt. Nee. Met Rick heb ik gesproken en Rick en ik zijn tot de conclusie gekomen. Wat is dit? Het staat erbij. Van wie is dit? Van mij. Dankjewel, ik was hem al kwijt. Ik had hem ergens neergelegd. Van wie is dat? Dat is van mij. Die is van Rick, jongeman. En weet je van wie deze is? Heb je die gejat van Rick? Deze is van mij. Echt? Heb je er ook een? En ze zijn identiek, Justin. Ze zijn identiek. Rick heeft ze gekopieerd. Nee, Rick heeft niks gekopieerd, jongeman. Oh, Rick. Nou, je wilt even zien. Ik wist het al, hè. Rick heeft die 6 cadeau gekregen van jou. Ik ben geen meter. Justin. Ja. Waarom heeft hij een extra dikke trui gekregen van jou en ik gewoon een normale extra dikke trui? Waarom is die van hem extra dik? Omdat jij in een goede geïsoleerd gebouw woont en Rick woont nog steeds in... Dus je geeft toe dat jij maar Rick hebt gegeven! Dus je geeft toe dat jij een dubbele espionageplan hebt opgezet! Nee, zal ik het even uitleggen? Ja, doe even, ik ga dus zitten. Ik vond sneu voor Rick. Hoezo? Je vond sneu voor Rick? Ik vond gewoon sneu voor Rick. Wat vond je sneu? Gewoon dat hij ook een extra dikke trui kreeg en jij niet. Hoezo? Dat is toch sneu voor mij? Ja, maar nu heeft Rick het heel warm in de zomer. Dus dacht ik, Waarom heb jij hem ook cadeautjes gegeven? Waarom heb ik geen boot? Dat is trouwens het belangrijkste van allemaal. Waar is mijn boot? Lek. Hoezo lek? Ja, ging allemaal fout met de bouw. Je hebt kleding gegeven, je hebt mij kleding gegeven. En Rick heb je een boot gegeven. Waar is mijn boot? En waarom geef jij Rick ook spullen? Ik dacht dat jij mijn wapendealer was. Ja, dat ben ik ook. Dat ben je ook, maar waarom geef je dan Rick ook spullen? En wapens, identiek zelfs. Nee, dat heeft Rick gekopieerd. Dat zeg ik al. Je luistert niet, hè? Oké, blijf heel even zitten. Ja, blijf hier heel even zitten. Jongen, waar zijn we mee bezig? Ga je de deur voor me open doen? Ja. Dankjewel. En deze ook, inderdaad. Even kijken. Ja. Nou, hoppa. En dan deze weer. Top. Yes. Oké, we zetten even... Justin kan ons nu niet horen. Klopt dat, Justin? Hoor je ons niet? Nee. Oké, top. Ja. Hey, jij hebt overduidelijk die spullen van... Je hebt je spullen trouwens terug. Die heb jij van Justin gekregen, toch? Dit allemaal. Ja, klopt. Maar ik hoorde jou... Ja? Ik hoorde jou net iets zeggen over dat hij jou ook dingen levert. Ja, hij heeft mij identiek. Ja, maar Rick, dan kan je hem niet horen. Is dat dan jij hoort ons niet, hou je mond. Slechte roleplay. Hoe heet het? Ik kan het wel horen. Rick. Ja. Hij heeft jou een boot gegeven, hij heeft jou een trui gegeven en hij heeft mij ook een trui gegeven. Nu wil ik tot de Heb jij een boekje ooit van hem gehad? Ja. Kan jij dat boekje op dit moment even halen en dan terugkomen? Dat kan ik proberen. Dat kan je proberen? Ik weet niet of ik hem nog heb, maar dan moet ik even gaan koekloeren. Ik hoorde net de dingen afgingen. Volgens mij is het tijd om van Escape Room, dus we worden als het goed is weer naar buiten begeleid. Dus ik denk,
Ik wacht vast bij de deur, hoor. Weet je, Rick, neem jij even je tijd om dit allemaal op te zoeken. Ja. Laten we Justin nu vrij. Dan komen we je later komen een keertje met z'n drieën terug. Misschien meneer KB erbij om nog een extra paar ogen erbij te hebben. Ja, dat vind ik wel een goeie. Want dat vind ik een goeie, oké. Dan gaan we dit even druk over praten met z'n allen. En ik moet het wel even verwerken wat ik hier allemaal gehoord heb. Hij ontkent het, ja. Maar ook wie niet. Hij blijkt, we weten nu dat hij allebei spullen. Aan ons allebei spullen levert. Ja, hij is een dubbel leven aan het leiden. Niet de deur dicht doen, dan ga je dood! Oh. Oké, het leidt inderdaad een dubbel leven. Oké, wacht jij hem daar maar op, hier, zometeen. Ja, dan zou ik zijn spullen teruggeven. Ja. Justin, je kan... Ja, kom maar, denk al, dat duurt dan weer lang. Ja, ja, maar die puzzel was gewoon te lastig aan het einde. Ik wist het gewoon even niet meer. En vooral dat die laatste puzzel met die knopjes en je code moest invullen. Het lukte me gewoon niet. En toen was de tijd om. En ik denk, ja shit, en nu? Wil je je spullen terug? Hoort meestal wel bij een escape. Hou dan even je mond, oké? Oké, sorry meneer. Hou even je mond. Ik moet wel eerlijk zeggen dat je leuk verkleed bent voor deze scène. Hou nou eens je mond, jongen! Sorry. Ik wil dat je weggaat, ik word gek van jou. Hier, verdwijn. Ja, spullen? Nee, je krijgt je spullen ook gewoon niet terug. Je bent veel te vervelend. Dit hoort hem. Dit is een martelkamer. Jij martelt mij vervolgens met stomme escape room feitjes en ik wat allemaal. Wist je? Hou op. Wacht, je zei spullen. Oh, wat heb je trouwens echt voor poeps? Ik hou je verder kijken. Nee, hoezo mijn epische verder kijken? Die is nu voor mij. Justin, okay. Jij hoort nog van mij. Ja, gezellig. Ik heb door wat je allemaal aan het doen bent. Ik weet wat voor plannetje jij aan het smeden bent. Ja, ik probeerde eruit te komen, maar dat lukt me niet. Ik wilde je bijna oranje shirt plus geven. Maar nu maar krijg ik denk dat plus dit... plus. Ja, ja, ik ben gepromoveerd, Rick. Dan kan je me alsjeblieft wegsturen. Ja, Justin, kom maar naar boven. Ja, ik geef je deze kant. Oké. Ja, blijf daar maar even staan, inderdaad. Nee. Ja. Okay, wat gek eigenlijk is dat het pijn doet, maar dat het gewoon vol onder water staat, hè, Rick. Wist je dat dat ook kan in escape room? Hier ook, je mag hier naar boven, Justin. Oké, gezellig. Okay. Hey, succes! Dank je moet wel nog iets naar achter. Huh? Ik help wel even. Ja, daar gaat hij. Dankjewel, tot de volgende keer, hè. Joe. Zie geen trap. Ik ben bijna bereid om de oorlog met jou te eindigen en gewoon een oorlog tegen Justin te starten door deze situatie. Ja, bro. Hey, wat was dit allemaal, joh? Ja, Justin die blijkt... Wacht, ik doe even de deur zo. Ja. Kijk, dan kan ik hem... Je kan hem al die tijd gewoon vier, je kan hem open niet doen, zo. Maar... Oh. Deze martelkamer wordt binnenkort nog een keer gebruikt. Dan gaan we even Justin goed te grazen nemen. Ja. Betekent niet dat onze oorlog klaar is, jongeman. Nee, zeker niet. Dat weet je. Niet. Maar we moeten even achterkomen, op de bodem achterkomen wat Justin eraan doen is. Want we worden volgens mij helemaal bepiepeld. Bepiepeld, inderdaad. Ik we worden bepiepeld. Ik vind dat niet kunnen. Daarom. Sinds wanneer heb jij een martelkamer? Deze heb ik helemaal sinds, niet in de rol. Nee, deze is ook echt letterlijk een uurtje geleden of zo gebouwd. Oh, nou, mooi. Ja, toch? Ja. Ja, ik dacht ik... het is eigenlijk een verhoorkamer, maar onder het bom van de martelkamer. Ja, precies. Andersom. Hey, we houden contact. Op een slechte manier, want we zijn mijn vijand geweest. Ja, jij Stinkgoors. Loser. Oké, jongens, het was een iets minder groot succes dan verwacht. Justin was behoorlijk vervelend, maar dat maakt allemaal niet uit. Want hij heeft wel een soort van opgebiecht dat hij daadwerkelijk ook spullen aan Rick heeft gegeven. Maar ik heb nog steeds geen boot. Dus dat is het einddoel. Ik wil gewoon echt een boot. De enige manier hoe Justin dit goed kan... Ik ga een brief schrijven. Nee, dit gaan we volgende aflevering oplossen. We gaan zeggen, Justin, of je wordt ontslagen uit het Walnut hoofdkwartier. Of ik krijg een boot. Eén van de twee. Ik heb er wel een epische verrekijker aan overgehouden. Dat is wel leuk. Maar voor nu gaan we deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Wil je nou meespelen op deze server? Dan kan dat zeker. Moet je play.com.veen.nl. IP is dit. Join nu. Doe mee. Speel je nou Battle Creditie 26006? Kan je even gezellig meedoen? Dan ga ik nog een keer mijn hand uitsteken. Want kijk, we hebben volgens mij bijna 300.000 abonnees. Of we hebben het al, of we hebben het nog net niet. We zitten heel dichtbij in ieder geval. Dus ben je nog niet geabonneerd? Het is verplicht. Het is gratis, het is eigenlijk niet verplicht, maar alsjeblieft, steun me even. En dan nu ga ik nog één keertje mijn hand opsteken, maar dan doen we het aan deze kant. Kijk, dan zijn we wat origineler. Je kan deze video ook kijken, het is een hele leuke video. Gewoon even kijken, gewoon even liken. Doe nou gewoon even. En dan nu spreek ik later, glaasje water, tot de volgende keer.